So, Oké. Ja, het is niet druk hoor, maar ja. 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 Goedemorgen, dames en heren. Ik zal eerst mezelf even voorstellen. Ik ben Jan Groenitwa van de Stichting Ons Rotterdam. En ik wil u een klein rondje Rotterdam presenteren. Met ongeveer 60 dia's. Want meer kan het niet gezien de tijdsdruk die erop is. Want ik moet binnen een uur klaar zijn. We beginnen hier op het Grote Kerkplein. En u ziet hier dus links de Grote Kerk. En rechts hier ziet u dus het Grote Kerkplein. Daar zat onder andere ook Spanjeberg, de uitgever van diverse aanzichtkaarten. Die zat hier net om de hoek. En dit is dus de Grote Kerk. Oftewel de Laurenskerk, waar wij tot vorig jaar onze Rotterdamse dag hielden. Maar door omstandigheden hebben we die kerk helaas moeten verlaten. En zouden we nu gelukkig terecht kunnen komen in de Larenkamp hier. Waar we met veel plezier aan moeten werken ook. Vanaf de Larenskerk kijken we via de Grote Markt in de richting van de Oude Haven. De Oude Haven die zie je dus hier. Die loopt hier via de Koningsbrug zo naar de Nieuwe Waterweg. Op de achtergrond zie je nog heel flauw het Noordereiland. En dit is dus het Witte Huis wat er nu nog steeds staat. En die gelukkig behouden is gebleven in 1940. Maar de rest in deze omgeving hier is dus in 1940 verwoest. U heeft er als jongetje daar niet gezeten op het Haagse Veer. Het hoofdbureau van politie. Die is daar in de jaren 20 gebouwd. En die kwam dus in de plaats van het politiebureau aan de Grote Pauwensteeg. Dat die is bij het museum Wormel stond. Wat nu Schielandhuis heet. Je ziet hier, hier links zie je nog net een toren van het stadhuis. En dit is dus het bekende politiebureau. Het Hofplein, voordat de Delftse Poort werd geplaatst, die is dus 50 meter naar achteren geplaatst. Dit is dus het Hofplein. En hier heb je het station Hofplein. Met het restaurant Loos. En hier ging de Raampoortstraat in, want daar in feite lag daar het station aan. En hier de Schiekade Oostzijde. En de Schiekade Westzijde met het pand van het Rotterdamse Duurbord op de hoek van het slagveld. En hier gingen we dus de Delftse Vaart op. De Hoogstraat. In oostelijke richting. Het is hier op dit gedeelte nog tamelijk rustig. Maar wat verder op de dag werd het wel wat drukker natuurlijk. En wat die meneer hier doet, dat mag tegenwoordig niet meer, hè? Zo op de ladder staan. Daar hebben tegenwoordig een hoop werken voor nodig. De Korte Hoogstraat. Kijk hier de Korte Hoogstraat in. En hier op de voorgrond heette het toen de tijd nog Schiedamse Dijk. Met hier het Schielandhuis. Toen nog het Museum Boijmans. En later hebben ze hier het pand van Gerson gebouwd. Hier gaat de Boijmansrol af in de richting van de Koolsingel. Ook wel Kalenplein genoemd daar beneden. Zaagmolen Drift.
met de firma Hollebrecht, waar je altijd op afbetaling kon kopen. Ja, je kon er ook rechtstreeks betalen natuurlijk. Maar toen de tijd, toen hadden de mensen nog niet zoveel geld, dus je kocht er op afbetaling bij Hollebrecht. De kruising met Zwanshals. Hollebrecht zat ook aan de Mathenesseweg, op de kop bij de Mathenessebrug. De Zwart-Janstraat, in het Oude Noorden, we zijn dus nu in het Oude Noorden, dus een beetje ingetrokken. Met al die gezellige buurtwinkeltjes die je toen de tijd had. Dat is nu al een hoop veranderd door de komst van de supermarkt en de grootwinkelbedrijven. Zijn er ook van deze bedrijfjes verloren gegaan. En ook zitten er nu veel allochtonen met de groente- en groentewinkeltjes en slagerijen en zo. Aan de andere kant, met de kruising van de Jacob Kaststraat op de voorgrond hier, kijken we via de Noordmolenstraat naar het Noordplein. Dit is allemaal in de jaren 50. Zwanshals, ook hier zie je nog die gezellige buurtwinkeltjes. En ook de bocht die in het Zwanshals loopt. Want als je een luchtfoto ziet van het zwaanshals, dan kan je ook echt zien dat het de vorm heeft van een zwanenhals. Want hij loopt hier in de bocht naar links en op de voorgrond hier loopt hij in de bocht naar rechts. En hier dus de Zaagmolenstraat en hier de Zaagmolendrift. Noordplein met de bloemenstands. Dat was nog in de tijd dat de weekmarkt daar gehouden werd. En die bloemenkooplui, bloemen en planten verkochten die. En die begonnen dus met één plantje. En daar werd dan een euro of een gulden voor gevraagd. Maar niemand reageerde erop. Want men wist dat die de handen op laatste armen op laatst vol zou hebben met planten. Allemaal voor die ene gulden. Dus men wachtte gewoon tot hij zijn armen vol had. En dan werden ze verkocht voor 1 gulden. De Noordsingel. Nog lekker rustig. Met Café de Zon hier op de hoek. Achter had hij nog een zaaltje. Daar konden dus allerlei toneelgroepjes en dergelijke repeteren. En dat had die man ding bekeken. Want dat huur van dat zaaltje kost je niks. Maar hij nam aan dat je gerepeteerd had, dat je nog even een poosje naar de kroeg kwam. De Admiraal de Ruitenweg. Hier kijk je dus de Admiraal de Ruitenweg op. Die in de richting van Krooswijk loopt, hier nog de Verlosserskerk aan de Goudse Rijweg. En hier rechtsaf ga je dus de Goudse Singel op. Met nog de school die daar lange tijd gestaan heeft, of die ondertussen gesloten. Die was in 1940 behouden gebleven, evenals dat gebouw van de Incassobank, die aan de Goudse Singel staat. Die was net voor het uitbreken van de oorlog was die klaar. En die hebben ze dus kunnen behouden, evenals die school die hier nog staat. Maar die scholen zijn ondertussen verdwenen, maar die Incassobank, dat zijn ondertussen allemaal woningen geworden. Onder andere de bekende artiest, kunstenaar Woody van Amen, die woonde hier. Ik weet niet of die er nog woont, maar die woonde daar wel. We gaan nu een beetje Krooswijk in. En dan kijken we hier naar de Van der Werfstraat. Een van de zijstraten van de Goudse Rijweg. En de Admiraal de Ruitenweg. We kijken naar de Van der Werfstraat vanaf het Goudse Plein. En hier rechts hebben we dus het Goudse Plein. En hier de Verlosserskerk aan de Goudse Rijweg. Die torenspits die is er vanaf, maar de toren zelf die staat er nog. En de kerk zelf ook, want daar heeft men dus appartementen in gebouwd voor de behuizing van de studenten. Alleen die spits hier eraf, want die is toen met een brand verloren gegaan. En de bebouwing die je hier ook ziet, die is ondertussen ook gesloten en nieuwbouw geworden. Evenals hier aan de Jonker Franstraat, met op de achtergrond de Heineken Brouwerij en Café Hollandia.
Het hoek van de Kroosbergse Singel. En ook weer allerlei buurtwinkeltjes. Hier is nog onder andere een boekwinkeltje waar je ook die stripboeken kon kopen en die weer plaatjes kon ruilen voor die fotoboeken van Dr. Duskind en Captain Grant en dergelijke. Je kon je daar kopen en ruilen. De linker Rottekade. Dit is hier dus de linker Rottekade. Dit is de Zagmolenkade aan de overkant. En dit is de Laadtoren voor de brouwerij. Schepen met graan die kwamen hier aan, werd opgezogen en via een transportband werd er zo naar de brouwerij vervoerd. Hier kijken we vanaf de Zaagmolenkade naar de linker Rottekade met de behangselfabriek van de firma Cohen. En hier dus de Krooswijkse straat. Een smal straatje waar nog de tram doorheen reed. Aan de ene kant van de straat reed die vlakloos de trottoir. Dus als de tram aankwam, moest je wel een sprongetje opzij maken, anders weer meegenomen door. Deze brug die voerde dus naar de vuilstortplaats. Want daar kon je onderdoor varen met die platte schepen van de vuilverbranding. Die werden dan daar geladen en via de Rotte en de Nieuwe Waterweg zo naar de vuilverbranding vervoerd. De Krooswijkse bocht met de achteringang van de begraafplaats van Krooswijk. Dat was vroeger de hoofdingang. Maar door de smalle weggetje, waar het moeilijk te keren was en dergelijke, hebben ze dus aan de kerkhoflaan de nieuwe ingang gemaakt. Hier dus de kerkhoflaan met het eindpunt van lijn 15, die van de Ruige Plaatbrug afkwam. En hier dus de hoofdingang van de begraafplaats. Die bebouwing is ondertussen ook al een nieuwbouw geworden. En de tram die rijdt hier niet meer. De veemarkt. Dinsdags en woensdags was hier altijd een veemarkt. Dat was altijd gezellig. Als kind zijn er ging ik woensdagsmiddags altijd naar de veemarkt.